Zaterdagnacht provoceerde, volgens de verhalen, een buurtbewoner in dronken toestand andere bewoners. Daarop gooide een buurjongen een steen door zijn ruit. De politie werd gebeld en kwam met groot vertoon de jongen zondagmiddag arresteren. De vader, twee broers en zus werden ook meegenomen. Ik hoorde een soort ruzie, leek het. Maar ik wist niet precies wat het was. Mijn dochtertje die ging even naar het toilet, even stiekem kijken. En toen zei ze, toen kwam ze terug, zei ze, mam, er staat politie voor de deur. Ik zeg, joh, laat, wij zijn aan het eten. Mijn zoontje ging naar voren, moest ook even naar het toilet, ging kijken. Mam, de buren liggen voor op de grond. Dus toen was er al wat gebeurd. En toen hadden wij zoiets, we gaan gewoon kijken, want het zijn onze buren, misschien kunnen we helpen, misschien ook niet. Dus wij zijn met z'n allen naar voren gegaan. En wat ik toen zag, ja, daar was ik heel erg van geschrokken. Ik ken mijn buren als hele lieve mensen, ik woon al 12 jaar naast ze. En ja, wij hebben zelf nog nooit dat meegemaakt. En dan zie je zo'n heel groot politiekorps voor de deur staan en die hun mee willen nemen. Er zijn een aantal gezinsleden meegenomen. Die zijn in de boeien geslagen, naar de grond toe gewerkt. En ik vond het vrij hardhandig gaan. En ik weet niet waarom dat hardhandig dan zo moet. Maar goed, dat is hun manier, denk ik dan. Toen heb ik aan één politieagent gevraagd wat er aan de hand is. Of ja, misschien mocht ze het niet zeggen. Daar werd niet op gereageerd. Ik moest weg. Ik moest uit de weg. Maar ik denk, nou, ik wacht nog op een antwoord. Toen gaf ze me een duw. En toen sprak ik haar daarop aan. En toen kreeg ik met de stok, met zo'n, zo'n wapenstok, werd ik geslagen op mijn pols. Dat zag mijn man. Die zegt daar wat van. En die krijgt ook nog een paar keer met een wapenstok op zijn lichaam. En die heeft dus ook een aardige plek opgelopen. En dan denk ik van, nou, wij hebben geen kwaad in het zin. Wij willen iets weten. En als ze niet te woord gestaan kunnen worden, ja, dan kunnen ze ook natuurlijk dat gewoon zeggen. Het optreden van de politie zorgde voor veel ophef en zette zelfs kwaad bloed. De man die aangifte deed is zondag in een tweede actie ook opgepakt, maar hij is inmiddels weer vrij. De gezinsleden zitten nog wel vast.